Leuk je kijken naar weer een nieuwe video. Vandaag gaan we tegen Herobrine vechten. Tenminste, het lijkt een beetje op Herobrine, maar het is leuk. Het is echt leuk. We zijn hier vandaag met een common block. En daar proppen we dit in. Nou, wat het is een hele lange comment. Quinten is hier ook. Hoi. En we zetten nu de redstone blok tegenaan. Dan krijg ik een spullen. Waarmee we hem kunnen spannen. Echt een super lange comment. Ja. Gebeurt dit? Oh ja. En als je deze comment zelf wil vinden, ga dan typ dan op YouTube. Nee, luister! Oh. Dat is te veel werk. Een link staat in de beschrijving naar die video. En dan kan je het zelf ook gewoon doen. Nou, dan wat je nu moet doen. Je klikt op dit bordje. Met get items. Want dat is logisch om dan op te klikken. Als er staat get items. En dan ga je verder weg. Ja, want anders wordt dat in opgeblazen. Tenminste, ik denk dat dat de bedoeling is. Zal ik wel. Ja, dat is wel ver genoeg. Ja. Wat dan ga je eerst de fight doen. Ja. Nee. Eerste. Dat doen we later pas. Nee, wacht. Je moet je toch eerst voorbereiden. Oh ja. Wat we eerst doen, is voorbereiden voor een supergroot survival vecht. Alleen je mag niet enchanten, maar wel golden apples. Ja. Tenminste, als je zelf zo'n noob bent in PvP, mag het wel. Ja, oké. Okay, alleen dan. Maar omdat wij nog best wel goed zijn in PvP, mogen wij dit wel. Geen potions, heeft Quinten gezegd. Oh. Zien, wat kan nog meer? Oh ja, eten. Het zijn hele handige spullen die ik nu doe. Ik zou het ook gebruiken als ik jou was. TNT. Aansteken. Ja. En wat nog meer? Redstone fakkels. Nee, hoeft niet. Want ik heb toch al flint. En de pearls. Ja, en ender pearls. Dat is ook heel handig voor als je in het gat wordt gegooid. Want daar ontstaat een gat. Ja, oké, dit is wel goed. Ja. Oké, die ding moet je ook armor. Oh ja, armor natuurlijk. Je vergat het armor, Quinten. Dat zou je maar gebeuren, zonder armor tegen heel mooi vechten. Ja. Cool. Alleen, okay. Je moet die dingen nog plaatsen en dat heb je niet daar staan. Ja, dan moet dit. En je moet eerst eens fighten. Ja, daarom doe slash game mode 0. Oh ja, en dit moet in 1.8.1. Ja, ja. Of in 1.8. Nee. Denk ik. Probeer het uit! Probeer het maar uit! Misschien werkt het ook in 1.8. Waarom zou het niet in 1.8 kunnen werken? Omdat er stond dat je het in 1.8 moest. Dat stond bij de video. Maar je weet het niet heel zeker! Probeer het maar gewoon uit! Zet dan een beschrijving in alsof het, als het heeft gewerkt. Nou, wat je dan doet, je plaatst het hier. Hoor zo? Plaats je het zo neer. Dus dit. En dan doe je lava in. Nee, dat doe je niet. Wat je dan doet, is je doet. Wat staat er eigenlijk op? Helemaal niks. Nou, maar je kan het niet met de gewone blokken doen. Dat is 100% zeker. Ja. Wat je dan doet, plaats deze ding hier op de hoeken. De hoeken. En dan, voor een coole effect, doe je vuur. Nee. Het zou wel cool zijn. We zien. Dan plaats deze armor stand. En dan loop je naar achteren. Heel ver naar achteren. En dan komen allemaal griezelige geluiden. Ik denk dat je het mooi. Ja, dat wel, hè. En oh ja! We hebben even een intro meer. Omdat ik vind het een beetje stom met renderen en zo. Dus het maakt allemaal te laat. En die intro. Ja, ik wil gewoon even zien hoe ik in dat intro gedoe. Dit is geen intro. Ik bedoel, waarom zou een intro eigenlijk per se moeten? Nou, ten eerste, kom niet in het gat. Maar als je enderpearls hebt, kan het op zich wel. Wanneer stopt het geluid? Nou, het geluid stopt. Ja, oké, dat stond. Nou, daar komt dus straks hier ook draai uit. Hier is vuur.
wacht. Dat is misschien ook even handig. Als ik alvast deze game had. Ik zal alvast een goede app. Nee. Ik leef niet. Ik doe het alleen als ik echt bij je dood ga. Zit je niet weg? Die gaat het mij dan maar niet weg. Dit is een veilig stuk. Oh, toch niet? Waar komt die blokje staan? Ja. Oh, hij is er! Daar komt hij! Zijn pistool. Komt hij aan? Boom! Hey, Herobrine! Alleen je kan hem. Hij danst! Hij staat schaatsen! Hij schaatst! Alleen je kan hem. Kijk, hij staat schaatsen! Zie je dat, Herobrine aan het schaatsen? En dan nu moet je dat ding in het midden kapot schieten. Eerst moet je van die zombies afkomen. Nou, maar dat vind ik. Oh, blijven die komen? Ja. Oh. Die spant Herobrine. Ja, probeer Herobrine te gaan. Nou, dan ga ik maar dat ding vast. En dat ding moet je een paar keer kapot maken. Eens van vier keer. Ja, kijk uit voor de fireballs. Als het eruit te land staat, dan raakt hij jou. En dat wil je niet hebben. Voor de fireballs moet je ook wel even uitkijken. Ik heb een avondje gekozen. Op, is oké. Geen keer. Oh, nee, toch niet. How dare you, zegt Herobrine. En daar komt het gevecht. Eet je golden apple. Kijk, daarvoor moet je die endepuls gebruiken. Ah, want hij kan je ook al naartoe spannen. Hij kan je ook al naartoe spannen en hij ja, kan je... jammer. Ah, die zit jij, in het die zit jij erin. Aha. Hij kan je naar jou toe spannen. Ha. Ja, dat ik zag het. Oké, dan gaan we het gevecht doen hier. Toch winnen. Nou, hierna is Quint aan de beurt. Ja, yeah. Maar ik weet niet zeker of ik ga halen. Oké. Ik ben niet zo goed gebruik in PvP. Tactiek. Ik gebruik de PvP-tactiek van leuke mensen. Nee, die gebruik ik niet. Het kan zijn dat er ineens heel veel zombies baby-zombies komen. Ja, is het normaal problemen als we hier... Ja, zie, dat bedoel ik. Nee, maar dit is even het probleem. Want nu word ik vastgehouden. Yes, ik ben ontsnapt uit de hoek. Ik snap niet waarom ik deed dit zo spin. En de pearl. Oké, nu ben ik bijna dood. Oh, nog meer net. Oké, waar is je heel fijn? Die zitten hierin vast, hè? Oh! Waarom hier op Brian? Waarom stond je mij in het gat? Waar is hij? Ik hoor explosies, maar ik weet niet waar die is. Heer Brian, laat je zien! Oh! Oh! No! No! Dat doe je niet. Stout. Ja. Moet je nou doen? Zo is het, ik ook dood gaan. Tint die op. Gedood! Bijna boog! Ik heb geen zin. Nou, hij krijgt een low damage hoor. Echt maar, Herobrine is zo slecht in PvP. Kijk hoe weinig hij slaat. Herobrine is zo slecht in PvP. Echt maar, kijk dan hoe slecht hij is. Man, zoals ik win nog van hem. Als we nu in die lava te peten. Bijna omhoog! Oh, die was raar.
Hij vliegt de lucht in. Oh, wel. Hallo. Ah, hij spat in de lava. Niet hij mij in de lava. Nou, volgens mij is door die lava redelijk dood. Maar zie je, hij heeft geen armen. Oh. Het is eigenlijk gewoon volgens mij een armor stand. Ja, het is een armor stand. Ik heb gewonnen. En? Nu heb ik een hele coole boots. Dan krijg ik een beetje coole boots. Kijk, dan krijg je dit. Maar, laat die zon. Kijk. Ah! En alles wat naar je toe gaat, vliegt in de fik en gaat omhoog. Zelfs pijlen van skeletten. Ja, en van mij. En de puls. En de puls moet je dus niet gooien. Op zich kan jij nog wel met mijn spullen. Oh, moet je nu tegen heel lang vechten met deze boots? Ja, oké. Ik ga nu even hier op wandelen. Maar ook met deze boots? Ja. Oké. Moet je even naar die... Wacht even hoor. Nou, nu is Quinten iets aan het spelen. Deze kan ook weg. Dus dat je net in de wacht kan ik niet. Ah, zie die creeper. Iedereen die naar me toe wil komen. Ik ga tussen die twee zombies doorlopen. En dan kan ik ze meteen. Hi. Hey, spinnengroepje. Alles kids. Oh. Nou, kijk, gewoon beginnen. Element. Ah, jammer. Ja, die element. Ja, die komen mooi bij. Oh. Alleen dan moet ik me eerst naar boven zien te bouwen. Oh, wacht. Hard praten. Ja, oké. Ik ben ondertussen gewoon even... Eerst kijken. Ik ben ondertussen gewoon heel even de zombies aan het spelen. Ja, ik heb het. Oké, dan ga ik even de andere kant op. Deze kant gaat maar op. Nou, dat is zacht. Oké, ik weet nog wat vechten tegen Brian. Nou, ik denk niet dat ik het overleef hoor. Oh joh, ik ben zo slecht in Jonty, dat is mijn telefoon. Echt waar, daar ben ik slecht in. Ik pak nu even deze stoel. Deze is goed. Nee, er zit geen borst in. Hij is... Oh wacht, er zit wel een borst in. Oh nee, ja. Heb ik hem verkeerd geplaatst? Ah, ik ben zo slecht. Ik heb hem verkeerd geplaatst. Wat moet ik nu doen? Hakken. Hakken, natuurlijk. Maar hoe? Maar ja, maar ik create even dan met de pickaxe. Ja, kijk. Anders krijg ik het niet. Pickaxe. Ja, maar dan krijg je hem toch ook niet als je een create. Nee, dan moet je niet in create maken. Moet je dan weer aan survival. Oké. Ik heb hem niet meer. Ik heb hem niet meer. Oh nee, dan moet ik alles overnieuw halen. Wat is een misplaats? Ah, kom. Ik ben benieuwd of dat je hier mijn donkere is gelijk kunt doen. Nou, misschien nog wel. Eindelijk! Nee, ik moet niet klikken. Ik was zo slecht op de telefoon. Ik moet gewoon huilen. Ik moet huilen. Ik ben echt gewoon al 14 camps achter elkaar. Waarom verspreek ik eigenlijk? Ik ben 14 camps achter elkaar en alleen maar dood gaan met z'n vlieg zitten. Yes! Ik heb gehaald! Nee! Toch niet! Dat was een heel klein stukje gehaald en ik heb ook geen.
Maar je moet ook nooit te ver van, zeg maar, dat van die, hoe heet het, van de kornblokmachine af. Moet je dit zien? Begin nou toch! Nee, maar ik probeer even ver te komen. Oké, ik ga hem nu opzetten. Ik kan het echt knippen hoor. Heel goed neerzetten. Nee, we doen niet knippen, dat doen we niet aan. Doe niet aan remmen in Sony Pegas. Dat doen we niet aan. Oh mijn god. Ja, ze gaan nu allemaal naar beneden. Maar Herobrine verandert ook de tijd, hè? Want net was het nog dag en in één keer was het nacht. Ja, dat is Herobrine, dat doe ik niet. Oh, ja, oké. Wist je dat die Herobrine niet echt is? Ja, dat is niet de echt. Wist je dat die arme stand is? Yep. Die arme stand heeft een. Als je aan het begin een arme stand moet plaatsen, en die arme stand heeft armen aan, en die komen met koelen. Kijk, hij zit er echt te laggen, want eigenlijk hoort hij meteen naar de lucht. Oh, hij gaat ontlokken. Ah, de creeper is heel dik. Hij was nog heel dik. Wat? Waarom doet hij nou zo slow? Ja, ik vond het dat ik het zo dat weet ik. Weet ik. Wij moeten op de internet ook zo doen. Ik had een beetje niet goed. En ik wil met Herobrine vechten. Oh shit. Ah, hij is klaar. Nou, dan komt het weer. Het stopt. Ik denk echt niet dat ik dit ga overleven. Ik denk dat het net zit in mijn verhaal. Hoe deed je nou dat ene van dichtbij kijken? Lijkt dus dat deze hoe deed je nou dat ene van dichtbij kijken? Control. Van het Control. Ja, van Optifine. Nee. Ik moet die boot uit. Hoe dan ook anders vliegen de pijlen in de fik die ik naar Herobrine wil gooien. Of doen, snap je? Ah! Ik ga zo snel lopen. Yes. Oh, heksen. Gelukkig lekt hij nog steeds een beetje. Oh, ga ik level 7 halen in 1 attempt? Denk wel. Oh nee, mini zombies aanlukken. Nee, ja, shit. Ik ben het gat ingevallen. Ik ga Blast Processing in 1 attempt halen. Oh nee. Wow. Ik ben bij het einde. En nu is Herobrine weg, net zoals de vorige keer. Wat? Gaan we het script indrukken? Nee! Ben je dit? Waar ben ik? Ik weet waar ik. Oh, dat ding is weggegaan. Ik was bijna bij de brand. Die 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stukje. Alleen er is nog zo'n hele coole comment. En die ga ik jullie nu laten zien. Nee, dat doen we in de volgende video. Oh, goed. Dank voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat mij heel eventjes, want dan kan ik de video ook stoppen. Even opnieuw. Oké, dank voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. In de beschrijving staat nog even de link dus naar de video waar het echt van is. En vergeet ook een leuke gaten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!